In deel 1 zagen we hoe de rijke kinderen de arme kinderen wilden kopen. Wat zullen we doen dan? Om ze zo als fan voor hun te laten spelen. Kom maar even met ons mee. Oké. Oké. We hebben een fest gescoord. Ja, dat hebben jullie goed en snel gedaan. We zijn benieuwd naar jullie talent. Laten we beginnen. De fans waren geregeld en nu moesten de rijke kinderen laten zien of zij echt wat konden. De eerste groep was niet echt serieus. Ze deden alles te snel. De tweede act was al niet veel beter. Zij deden alles weer te langzaam. Ja, dan. Ik dacht dat ze talent hadden, maar zij begint al eens weer te rijden. Misschien had de laatste act van de rijke kinderen wel een beetje te laat. Er was geen woord van te verstaan. Jullie waren allemaal echt slecht. Hebben jullie er wel voorbereid of zo? Want dat was echt slecht gewoon. In de pauze stonden de arme kinderen met z'n allen hun inmiddels bekende lied te zingen. Om de hoek van waar de kinderen oefenden, had het productieteam ook pauze. Hey, wat doe je daar? Dat is echt mooi. Jullie zijn goed. Zo. We willen jullie laten zien aan de jury. Is goed. Tata. De mannen van de techniek stelden de groep voor aan de jury. We waren net even achter en we hoorden deze kinderen zingen. En dat wouden we nu met jullie delen. De jury wilde de kinderen wel een kans geven. En de kinderen pakten deze met beide handen aan. Luister allemaal, dit is onze grote kans. Je hebt gelijk. Groot? Ja. 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 Did I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Ooh, 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 ooh. Ik vond jullie echt heel erg goed. Dank je. Dank je. Ik wil dat jullie twee groepen samenwerken. Oké, okay. Tot iets moois. Nothing at all.